Vandaag gaan wij het hebben over... omtrek en oppervlakte. Sommige kindjes herkennen die woorden misschien. En bij andere kindjes zal het waarschijnlijk gaan donderen in hun hoofd. Maar dat is niet erg, want vandaag ga ik dat eens heel goed herhalen. We gaan starten met omtrek. De omtrek van iets is de rand van iets. Bijvoorbeeld... dit, waar ik met mijn vinger ga, dit is de omtrek van mijn vierkant. Mijn rand van mijn vierkant. Ik kan daar een lijn omtrekken. Vandaar komt dat de omtrek. Bijvoorbeeld dit, de omtrek van mijn kaartje, de omtrek. Ik kan daar precies een lijn rondtrekken, waar ik met mijn vinger rond kan gaan. Dat is de omtrek. Ook van uw scheurblok. Dit is de omtrek van uw scheurblok. Dus waar ik met mijn vinger over ga. Ik kan mijn scheurblok omtrekken. Oké, dat is de omtrek daarvan. De omtrek is dus de som van alle zijden. Deze zijde plus deze zijde plus deze zijde plus deze zijde. Deze plus deze plus deze plus deze plus deze plus deze. Dat is mijn omtrek. Dit plus dit plus dit plus dit. Waar ik met mijn vinger over ga, dat is de omtrek van een figuur. Maar hoe kan ik dat nu gaan berekenen? Wel... jullie zien het nu niet zo goed. Misschien een klein beetje. Ik ga wel eventjes dan nu naar beneden doen. Hopelijk zie je het nu al wat beter. Maar er staat hier een figuur op mijn bord in mijn hokjes. Wel, ik ga eerst eens de omtrek van mijn figuur aanduiden. Ik ga dat met... rood doen. Voilà. Dit is de omtrek van mijn figuur. Zo, dat is de omtrek. En nu vragen ze, bereken die omtrek. Wel, daarvoor ga ik mijn hokjes gebruiken. Ik ga de hokjes tellen. Mijn hokjes zijn precies 1 centimeter lang. Dus ik ga langs elke kant kijken hoeveel hokjes ik nodig heb. Hier 1, 2, 3, 4. 4 hokjes. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 is 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 is 6. Samen is dat dus, 6 plus 6 is 12, plus 8 is dat 20 centimeter aan hokjes. Als ik dat zou meten met mijn meetlat, zo, dan zou dat op je blad perfect allemaal samen 20 centimeter lang zijn. Ik heb hier nu een driehoek gezet. Probeer eens met je vinger op je scherm, misschien er net voor, de omtrek van deze figuur aan te duiden. Doe maar. Doe dat nu. Wat is de omtrek van deze driehoek? Toon hem met je vinger. Ik zal hem ook een keer tonen. Dit is de omtrek. De rand van mijn figuur kan ik omtrekken. Dat is de omtrek. Voilà. Nu vragen ze, bereken de oppervlakte van de figuur. Oké. Mijn hokjes, ik ga ze weer tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dus het is 18 hokjes van 1 centimeter. Dus mijn opdracht is... 18 centimeter. Voilà.
Zo makkelijk is dat eigenlijk. Niet zo moeilijk, hè? Omtrek, maar ook over de oppervlakte. Van dit kaartje is dit de omtrek, wat ik toon met mijn vinger. En alles wat daartussen ligt, alles wat tussen die rand ligt, waar ik kan overwrijven, dat is het oppervlak. Dus alles wat tussen de omtrek ligt, alles wat binnen die rand ligt, is het oppervlak. Dit is het oppervlak van dit kaartje. Dit was de rand, de omtrek, zo. En dit waar ik kan over wrijven is mijn oppervlak. Ik kan daarover wrijven. De omtrek kan ik omtrekken, de rand, maar het oppervlak kan ik over wrijven. Ook van de scheurblok, waar is die nu? Ah, daar. Ja. Over het oppervlak kan ik wrijven. De omtrek kan ik tonen als rand. Hé? Maar over de oppervlakte kan ik wrijven. Goed. Dus de oppervlakte is de plaats die je figuur inneemt. Dit is de oppervlakte. De omtrek. Oppervlakte. Omtrek. Oppervlakte. Omtrek. Oppervlakte. Dus alles wat tussen je omtrek ligt, is de oppervlakte. Zo. Ik heb nu een figuur hier op het bord gezet in mijn hokjes. En nu vragen ze niet om de omtrek te berekenen, maar nu vragen ze om de oppervlakte te berekenen. Wel, de oppervlakte, dat is waarover ik kan wrijven. Dat is alles tussen de randen van de figuur. En eigenlijk is dat niet moeilijk. Ik moet dus gewoon de hokjes in mijn figuur gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36. Dat is de oppervlakte van mijn figuur. Je kan dat ook gemakkelijker doen, bijvoorbeeld door 6 rijen van 6 hokjes. Dat is 36 hokjes. Dus je kan er een maaloefening van maken door gewoon de rijen maal het aantal blokjes te doen. Maar we zitten nog in derde en we mogen nog de hokjes tellen. Ik ga een keer een ander voorbeeldje tonen. Okay. Ik heb een groene figuur. Dit is het oppervlakte. Dit is de omtrek. Maar ze vragen om de oppervlakte van de figuur te berekenen. En dan moet ik gewoon het oppervlak, het binnenste gaan tellen. Gewoon de hokjes tellen. Dat kan niet. 19 hokjes. Voilà. En zo heb ik mijn oppervlakte berekend. Ik ga nog een voorbeeldje tonen. En jullie mogen eens tellen wat de oppervlakte is van de figuur. En dan ga ik straks het verbeteren. Zo. Ik zal zelf een beetje dichter gaan met de camera, dan kan je misschien beter tellen. Heb je het al gevonden? We zullen eens controleren wat de oppervlakte is. De oppervlakte is ook 18 hokjes. Okay. Dus ik ga nog één keer herhalen.
De omtrek is dus alle zijkanten, alle zijden samen. Nee. Daarvoor moet je de hokjes stellen langs de zijkant om dat te berekenen. De oppervlakte, dat is wat er tussen die rand ligt. Zo, waar ik over kan wrijven, dat is de oppervlakte. En daarvoor moet je gewoon de hokjes gaan tellen. Oké? Dit zal je nodig hebben in je werkboekje. En dat zal in het volgende filmpje staan. Oké?